Wacht hè. Nu, om te draaien moet je groen met blauw gestreept. En om te draaien aan de andere kant is bruin met blauw gestreept. Ja, het zijn maar codes dat je moet kennen hoor. Het is niet zo simpel. Veel auto's gestolen in de tijd. En de belangrijkste vraag die op ieders lippen brandt. Mm-hmm. Waarom moet er met een Dremel een projector opengeslepen worden? En wat ga je daarmee doen, Kurt? Oh, ja, maar kijk, dus, om dus voor noobs en voor stervelingen die dat dan niet snappen hoe dat je die draadjes moet verbinden, gaan we gewoon knopjes verbinden met die draadjes, waardoor dat je dus als knopjes kunt duwen en hetzelfde kunt doen. En dat lijkt het echt op. Fire en dan rechts, links, boven, onder. Dat is de bedoeling. En hier zit een transistor, ja, voilà. En die gaat dat waarschijnlijk een beetje aansturen, dat we kabels op. En ik denk dat één de ground is. Dus één moet dan lichtblauw zijn. Wat een prachtig. Dat is eigenlijk een machine met een negligé aan. Het is een bloot machine. Ja. Dat is machines monokini. Ja. Ik zie haar foeva. Is dat een heel primitieve interface. Dus eigenlijk, het is voilà, dus heel omhoog. Dat is relatief gezien, dat is... Allee, up, duw. Ah. Maar ja, het probleem is, hij is even de wifi aan het zoeken terug, denk ik. De wifi is hier echt niet zo goed. Zeg, en gewoon omdat ik ben niet zo thuis in informatica, is heel omhoog een echt een officiële IT-term? Ja. Oké, ça va. Very pull-up. Ja. Ik zet hem eens heel omhoog, Kurt. Hij staat heel omhoog. Ik kan hem wel spoten. Wacht, en blokkeer hem een keer. Dat zit hier bij mij ook altijd. Ik denk dat we er zijn, hè. Voilà, zijn al een keer niks. Oh, nurslol. Knork. Dus we hadden het paneeltje uit de beamer. En we hebben dat nu verder bewerkt. Ik heb dat namelijk helemaal gesoldeerd met kabeltjes. En we hebben nu eigenlijk een afstandsbediening, een bedieningspaneeltje, voor onze Raven 2000. Namelijk, bijvoorbeeld, als ik naar beneden, of naar boven, of naar rechts, of naar links. Ik heb een paar draadjes verkeerd aangesloten, vandaar dat het verkeerd draait. Maar ja, dat is allemaal niet zo erg. Of vuur, allee, water, dan gaat momenteel alleen nog maar de lampjes hier branden. Maar... Pieuw! Pieuw!